Vandaag aan tafel Hilde Latour en Alexander de Roo. Dit is Er is genoeg, over schaamte rond armoede en armoedebestrijding. Welkom aan tafel. Zouden jullie even voor kunnen stellen? Ik werk 18 uur in de ouderenzorg en de rest van mijn tijd besteed ik aan het basisinkomen. Ik hou me al 40 jaar bezig met het basisinkomen. Ik was politicus en ik hou me nu onbetaald fulltime bezig met dat basisinkomen. Kan je me ook even uitleggen wat het precies het basisinkomen inhoudt? Eigenlijk is het gewoon de AOW voor iedereen. Je krijgt het elke maand onvoorwaardelijk. Je kan er bovenop verdienen of niet. Beslis je allemaal zelf over. En dat is gewoon zo'n uitvinding. Moeten we gewoon doen. En waarom zijn jullie voorvechters van het basisinkomen? Nou, wat ik het allermooiste aan het basisinkomen vind, is dat het echt onvoorwaardelijk is. Dus dat betekent dat echt ieder individu het recht heeft op voldoende geld om van rond te komen zonder oordeel. En dat zou dan in principe vanaf 18 jaar zijn of 21 jaar? Nou, wat mij betreft gaat dat inclusief kinderen. Gewoon als mens heb je recht op voldoende inkomen en dus toegang tot voedsel, eten, onderdak, kleding. Dus dat betekent ook kinderen. En dat zou dan wel via de moeder of via de ouders uitbetaald worden, maar ieder mens. Een van de voorstellen die wij doen is dat je de volwassenen, zullen we zeggen, 1200 euro per maand ongeveer geeft en kinderen 300 euro per maand. Wordt er geen misbruik van gemaakt, Alexander? Misbruik? Iedereen krijgt het. En wat is misbruik? Het is onvoorwaardelijk, dus je mag zelf weten wat je doet. En ze zeggen, ja, dan gaan mensen zijn lui en niks doen. Nou, we hebben 16 experimenten gehad wereldwijd. Blijkt dat mensen juist meer gaan doen. Ze worden actiever. He? Want je hebt die zekerheid. En daardoor voel je je veilig en dan ga je dingen ondernemen. Mensen willen dingen doen, gaan echt niet lui op de bank zitten. Geen mens houdt het langer dan 2 weken vol. Niks doen op die bank. Nee. Nou is het zo dat de FNV ook met iets bezig is. 14 euro voor iedereen. Ja. Hoe staan jullie daar tegenover? Het is een sympathiek idee, maar dit is alleen voor mensen aan de onderkant die minimumloon verdienen. Kijk hier bijvoorbeeld dit grafiekje. Tussen minimumloon en modaal is het vlak. Dus mensen hebben wat als ze op een minimumloon zitten. Maar als je modaal verdient, heb je niks aan die 14 euro. Basisinkomen heeft effect op iedereen, op grote groepen mensen. Minimumloon is goed voor 10-15% van de mensen aan de onderkant. Dus dat is het grote verschil. Zeggen u eigenlijk dat veelverdieners ook verder mee omhoog gaan dan? Wij zeggen veelverdieners krijgen ook dat basisinkomen, maar vervolgens belast je dat weer weg. Dat is het meest simpele systeem. Iedereen krijgt het. En als je vindt dat de mensen te veel verdienen, ja, dan moet er gewoon een belasting omhoog voor diegenen die veel verdienen. Hilde, het lijkt mij zo vanzelfsprekend een basisinkomen. Waarom is het er nog niet? Het is inderdaad ontzettend vanzelfsprekend een basisinkomen. We hebben als wereldbeweging, hè, dus de Verenigde Naties, laten we zeggen, doelen gesteld om voor 2030 armoede op te lossen. Nou, hoe simpel kan het zijn? Je geeft iedereen voldoende geld ervan te leven. Boep. Armoede in één keer opgelost. Dus het is inderdaad ontzettend raar dat het basisinkomen er nog niet is. Armoede is bijna big business geworden. Dus de vraag die je eigenlijk moet stellen, wil ik het armoede echt oplossen? En zo ja, dan is het basisinkomen het enige middel wat je kan inzetten om die armoede ook echt op te lossen en voor altijd. Ik wil je een vraag stellen. Je bent al 40 jaar bezig. Hoe lang gaat dat nog duren? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Je kan wel zien dat de laatste 5 jaar is een enorme versnelling in de discussie gekomen. En sinds 10 jaar zijn we nu wereldwijd bezig. Waarom is het nog niet ingevoerd? Ja, ik denk omdat we in West-Europa hebben al een heel systeem. We hebben al 50 inkomensregelingen in Nederland. Die moeten eigenlijk allemaal weg. Gaan Miranda en ik het ook nog meemaken? Dat denk ik wel, ja. Ik denk dat echt binnen 10, 15 jaar gaat het gebeuren. Misschien is Nederland niet het eerste. We hebben als vereniging laten regelmatig vragen, wat vindt Nederland ervan? De vorige keer bij de vorige verkiezingen was 45% tegen, 40% voor. Nu, sinds mei, is er een kleine meerderheid in Nederland die zegt, ja, we zien het zitten. De weerstand zat vooral bij politiek rechts en die kiezers zijn tegenwoordig genuanceerder en minder tegen. Zelfs bij de VVD denken ze erover, nou, het heet dan geen basisinkomen bij hun, het heet een negatieve inkomstenbelasting. Dus als je te weinig verdient, dan krijg je dat bijgespijkerd. Zijn er ook voorbeelden te noemen waar het basisinkomen al wel is ingevoerd? Alaska heeft een systeem, heeft olieinkomsten en een kwart van die olieinkomsten wordt verdeeld over alle burgers. Er is een reservaat van Indianen in Amerika. Die hebben toegestaan dat er een casino in hun reservaat kwam. En van de winst van die casino wordt een deel uitgekeerd aan alle Indianen. En wat blijkt?
Hun kinderen worden beter opgeleid. Er is minder alcoholisme. Het is hartstikke goed. En omdat dat al ruim 20 jaar loopt, is dat ook goed onderzocht. Het maakt niet uit of je werkt of niet. Ze krijgen het allemaal. Dus daar bestaat het al. Het Centraal Planbureau heeft uit eigen beweging ons voorstel doorgerekend. Volwassenen krijgen 1200 als je alleenstaand bent en kinderen 300. En het blijkt volgens het Centraal Planbureau, ja, het is betaalbaar. Stel u aan basisinkomen voor kinderen ook eisen waar het aan uitgegeven wordt? Nee. Nee, echt, de gedachte erachter is echt vrijheid. Dus iedereen mag zelf beslissen waar hij het aan uitgeeft. Maar ik kan me zo voorstellen, als een kind dadelijk 18 zou worden en de weet van heeft van het basisinkomen, dat hij naar zijn moeder loopt en zegt, luister, ik krijg nog 18 jaar 300 euro van je. Ja, dat zou kunnen. Dan zal die moeder... maar dan zal die moeder toch waarschijnlijk zeggen van ja, ik heb je eten gegeven, ik heb je naar school laten gaan, je hebt gesport. Ja. Het is natuurlijk wel een lucratieve business om grote gezinnen te starten wanneer het basisinkomen ingevoerd gaat worden. Nou ja, ik weet niet of je kinderen hebt, maar mijn kinderen zijn wel duurder dan 300 per maand hoor. Ja, ik heb er 4. Ja, nee, kijk, als je meer monden te voeden hebt, dan heb je ook meer onkosten. Gewoon heel logisch dat als je kinderen hebt, dat daar dan ook geld voor vrijgemaakt wordt. Kinderbijslag is laag in Nederland. Is iets van 100 euro per kind. In Duitsland is het 300 euro. Dat is ongeveer wat een kind kost. Heb je ook voorbeelden in Europa met betrekking tot basisinkomen? Nou, het meest recente is denk ik Finland. Dus daar hebben ze een proef gedaan met in eerste instantie langdurig werklozen. 2 jaar. En inmiddels zijn daar de effecten van bekend. Nou, de grote meerderheid gaf aan dat ze zich gezonder en gelukkiger voelden. Niet onbelangrijk. En ze hebben daar ook gemeten naar betaalde banen. En wat bleek, dat de mensen met een basisinkomen ook meer gingen werken. Zelfs gezinnen met kleine kinderen. En wordt dan ook het inkomen wat je dus genereert met, uit arbeid, wordt het dan minder? Of zou het dan gelijk blijven met wat je eigenlijk nu zou verdienen? Het idee is, je krijgt het basisinkomen. Als je betaald werk vindt, hou je gewoon de verdiensten van dat betaald werk er bovenop. En dat is het cruciale verschil met het huidige systeem. Als je in de bijstand zit, ik geloof dat je 10% mag houden met een maximum van 199 euro. Dus voor mensen in de bijstand heeft het geen zin om betaald werk te zoeken. Want 50 jaar geleden, toen had je nog 80% klassiek gezin. Hè? En de ene man verdiende genoeg voor het hele gezin. Nu werk je met z'n tweeën, hebben ze nog niet genoeg. Dus we moeten naar een ander systeem toe. We hebben dat hele toeslagensysteem. Weg ermee. Iedereen dat basisinkomen. Mensen die minder arbeidscapaciteit hebben, hebben dan ook een fatsoenlijk inkomen om van rond te kunnen komen. Er zijn heel veel mensen die werken 5 dagen, die willen best 4 dagen werken. En dan kunnen ze 1 dag in de week voor hun zieke moeder gaan zorgen. Dat gaan ze ook echt doen. Helpt corona het basisinkomen eerder invoeren? Nou, corona zelf niet, maar de maatregelen tegen corona hebben natuurlijk wel duidelijk gemaakt dat als er een basisinkomen was geweest, dan waren al die ZZP'ers, al die horecamensen, al die hele creatieve sector, waren een stuk weerbaarder geweest tegen dit soort crisissen. Dus ik denk dat de lockdown ontzettend geholpen heeft om bij mensen het inzicht te krijgen van oké, als ik nou een basisinkomen had gehad, dan had ik niet zo in de stress gezeten. Basisinkomen wordt over de hele wereld nu veel meer besproken. Zelfs op het niveau van de Verenigde Naties. Ook in het kader van mensenrechten. Zijn er ook concrete voorbeelden in Nederland? Nou, we hebben natuurlijk de gemeentelijke experimenten gehad die geen basisinkomen mochten heten, want dat mocht niet van de politiek. Maar mensen konden wel meer bijverdienen. En het bleek in ieder geval in Utrecht en Amsterdam dat mensen inderdaad meer aan de slag gingen, omdat ze gewoon de helft van hun extra inkomsten mochten houden bovenop hun uitkering. Dus dat is het positieve voorbeeld. Barcelona heeft een proef gedaan, daar kwam ook hetzelfde uit. Duitsers hebben net besloten, 140.000 mensen hebben geld bij elkaar gezameld, dat mensen nu ook een basisinkomenproef gaan doen. Dus het leeft echt overal. Denken dat we uiteindelijk allemaal overstag gaan? Ik denk het wel, ja. Omdat we zijn genereus in West-Europa. Absolute armoede is verdwenen, maar steeds meer mensen hebben relatieve armoede. En daar moet wat aan gebeuren. Durft u een aantal jaren te zeggen? Of hoe lang dat gaat duren? Het huidige systeem is 150 jaar lang opgebouwd. Dat gaat niet in één klap weg. Maar het gaat denk ik iets van 10 of 15 jaar duren. Daar gaat dan de discussie over. Elke partij zal een mening hebben over hoe hoog moet dat dan worden. De eerste klap kwam met de financiële crisis. 2008, 2015, heel veel mensen in de middengroepen moesten hun eigen huis gaan verkopen om in aanmerking te komen voor de bijstand. We hebben nu 2 miljoen flexwerkers met wisselende inkomsten. 1 miljoen ZZP'ers met wisselende inkomsten. Dat zijn 3 miljoen mensen met wisselende inkomsten.
Voor hun is een basisinkomen essentieel. En dan heb je nog 5 miljoen mensen met vast werk. En misschien wel 1/4 van die 5 miljoen wil eigenlijk wel wat anders doen. Zijn niet zo tevreden met hun baan. Maar ja, ze durven niet te wisselen, want er is toch veel onzekerheid. En de huur moet betaald worden, de hypotheek moet betaald worden. En dan blijven ze maar in die tredmolen zitten. Maar ze willen wel. Nou, dat is denk ik de materiële verklaring. Maar dit gaat miljoenen kosten. Nee hoor, het levert geld op. Het levert echt geld op. Als we het vergelijken met het huidige toeslagensysteem, er zijn geloof ik iets van meer dan 30 inkomensafhankelijke toeslagen in Nederland. Het grootste deel, behalve de huurtoeslag, kan vervangen worden door een basisinkomen. De berekeningen die daarnaar gekeken hebben, dat de kosten zijn min 1, ergens tussen de min 1 en 10 miljoen, kan het al geld opleveren. Maar daar zijn de effecten niet bij meegerekend. Dus je hebt tientallen procenten minder criminaliteit. Mensen worden gezonder. Mensen gaan eigen bedrijven beginnen. Dus er komt ook weer geld terug in de economie. Mensen gaan hun geld uitgeven. Dus btw-inkomsten worden groter. Dus uiteindelijk, als je echt naar alles kijkt, dan levert het geld op. Mooi, hè? Heel mooi, ja. Ja, je bent nog niet overtuigd. Maar, niet? Het Centraal Planbureau heeft eraan gerekend. Ja, ja, niet omdat wij opdrachten hebben gegeven. Ze hebben uit zichzelf ons model doorgerekend. Iedereen betaalt 50% inkomstenbelasting en de top een beetje meer. En dan is het financierbaar. Uit experimenten blijkt, minder gezondheidskosten hebben ze niet meegenomen. Minder criminaliteit hebben ze niet meegenomen. Ik ga het volgen. Otto, denk je niet dat als je een basisinkomen zou hebben, dat je dan een stuk rustiger slaapt? Dat denk ik wel. Ja, zeker. Want dan mis ik dat kleine stukje maand niet meer aan het eind. Je kan op dat moment meer doen. Dus voor iedereen beter. Alleen ik moet het eerst zien. Maar waarom geloof je er dan in? Omdat het al zo lang loopt. Er hoeft maar iets te gebeuren. En we gaan weer stemmen. En er zit weer een nieuwe formatie. En we kunnen weer opnieuw gaan beginnen. We zeggen nu, de tijd van experimenteren is voorbij. We hebben de toeslagenaffaire gehad. We moeten nu stappen zetten richting dat basisinkomen. Het hoeft niet in 1 keer 1200 euro te worden. Maar begin dan met iedereen 600 euro of zo. Dan gaat de economie nog niet meteen op tilt. Hoeft de rechtse partij niet bang te zijn. Maar dan zie je al wel de effecten. Als je dan bijstandsgerechtigde bent, dan krijg je 600 euro basisinkomen. En nog 400 euro bijstand erbovenop. Maar dan wordt het wel makkelijker om bij te gaan verdienen. En met z'n tweeën wordt het dan al interessanter. Otto, denk je niet dat als wij het basisinkomen zouden hebben ontvangen, dat wij dan minder in de schuld hadden gezeten? Zou ik moeilijk vinden om daar antwoord op te geven. Misschien is een goed voorbeeld, wat we nu in Nederland hebben, de Stichting Zwerfjongeren Nederland. Hè? Die gaan met zwerfjongeren, hebben die een pilot, zeg maar, om een aantal zwerfjongeren een basisinkomen te geven voor een jaar lang. En dat zijn jongeren die geen andere keuze hebben dan de schulden in te rennen. Ik verwacht dat deze jongeren veel meer heft in handen kunnen nemen om juist te voorkomen dat ze in de schulden komen. Het oplossen van schulden kost klauwen met geld. Veel meer dan de schuld die je hebt. Ja. En we weten van een proef met een van de meest moeilijke groepen die we hebben in onze westerse samenleving, namelijk de langdurige daklozen. We hebben ze een pilot gedaan in Londen. En wat bleek, dat die mensen die kregen gewoon geld waar ze zelf kiezen waar ze dat aan uitgaven. En meer dan de helft had uiteindelijk werk en onderdak. En dat waren echt mensen die waren soms 30 jaar lang dakloos. Al die mensen hebben wat gedaan om hun eigen problemen op te lossen. En dat is precies wat het jou geeft. Het geeft jou de middelen om zelf te beslissen hoe jij jouw problemen oplost. En dat je niet iemand anders hebt die van bovenaf tegen jou zegt van je moet van alles. Je moet dit formulier invullen. Je moet aan mij komen uitleggen dat je het goed hebt gedaan. Jij krijgt zelf het heft in handen. En dat heeft zo ontzettend veel effect op je hoe je in het leven staat. Je krijgt vertrouwen dat jij zelf mag beslissen hoe jij jouw leven oppakt. Ik vind het een hele mooie afsluiting voor deze uitzending. Ik wil jullie bedanken dat jullie aan tafel hebben willen zitten. Dit was Er is genoeg. Bedankt voor het kijken.